De operatie van asielhond Femke is goed verlopen. De driejarige Springerspaniel werd geopereerd aan mammatumoren. Dat zijn tumoren aan de melkklieren van de hond. Het bedrag van de asielhond werd bij elkaar gespaard via een crowdfundingactie op Facebook. Want de dierenbescherming zelf had het geld niet voor de operatie. De operatie heeft 800 euro gekost. Bijna het driedubbele is binnengehaald. De rest van het geld wordt apart gehouden voor volgende spoedgevallen.